Ja, vanavond keek ik naar Maurice en die staat dan Beautiful Day te zingen in het Engels. En dan dacht ik, ja, dat had ik vroeger ook wel gewild, mensen. Toen ik jong was, had ik ook wel Engelse liedjes willen zingen. Maar dat kon in Sittard. Ging dat niet. Dat verstond geen kip. Dat verstond geen mensen. Nu spreekt iedereen zo wat Engels, maar vroeger kon dat niet. Er was in Sittard was één jongen die sprak Engels. Eentje. Eén jongen. Patrick, dat was een vriendje van mij. En dat was een Engelse jongen. Ja. Dat was een Engelse jongen. Patrick Henderson. Ik woonde in het Villa Park in Sittard. Daar waren schatrijke mensen. En wij hadden niks thuis, dat weet u. Ja, heb ik u al meerdere malen verteld. Hè? Nou, dat vind ik geneer me dan niet voor, want het gaat nu heel goed. Dus, ja. Maar het heeft heel lang geduurd wel. Maar, en die mensen waren schatrijk, zeg. Waren schatrijk en ik was nog maar zo'n hummel, hè. En dan mocht ik bij die mensen thuiskomen. Daar ben ik altijd dankbaar voor geweest. Ik kreeg eens wat te eten en zo, weet je wel. Ja, ik had niks. We hadden echt niks, hoor. En een grote villa, zeg. En vroeger was dat zo, mensen. Toen keken de rijke mensen gewoon neer op dat krapul. Ja, dat was niks. Als je geen cent had, was je niks. En nu gelukkig wordt dat anders nou. Hè? En dan mocht ik daar komen en zondags ging ik naar de paarden kijken. En de paarden, daar 3 paarden, prachtige paarden. Typisch Engels, horses. 3 horses. Een zwarte en een bruine en eentje met vlekken. Van die vlekken. Dus de black one en de brown one. Another one. Met vlekken. En dat waren springpaarden, dat waren jumpers. Spreekt u Engels zelf? Ja, dan hoort u het. Jumpers, dat zijn springpaarden, jumpers, hè. Ze hadden 3 jumpers, hè. Een zwarte jumper, hè. En een bruine jumper. En één met vlekken, ja. Eentje met vlekken. En die konden ze er niet meer uit krijgen, die vlekken. Ja, hè? En dan ging ik zondagsmorgens naar die mensen toe. En dan waren ze met die paarden bezig in de wei. Achter het huis hadden ze een wei. Groot gazon, zou ik maar zeggen. Allemaal dat gras. En dan hadden ze in die wei zo van die dingen opgesteld, weet je wel, van de paarden. Van die moeilijkheden, zou ik maar zeggen, hè. Dus hadden ze hier zo'n moeilijkheid, weet je. En hier weer, zo, hè. Zo met stenen, weet je wel, met stenen en zo'n dingetje zo. En dus hier 1 nog en dan hier ook zo. Hè? Dus, en dan liep zo die hele wei zo vol moeilijkheden, zeg. En dan kwamen die paarden, die kwamen dan zo aan. Hè? Ik loop even om de moeilijkheden heen. Hè? Hè? En dan kwamen de paarden zo uit de stal met mevrouw erop. Mevrouw Henderson zat erop. En hij ook. Hij zat ook erop. Meneer Henderson ook, op de paarden. Hè? En Patrick op die vlekken. Patrick zat op de vlekken, hè? Ja. En dan kwamen ze zo aan, hè? En dan gingen ze zo... kwamen ze zo... zo... Ah, ik kan het niet zo nadoen, ik kan het niet. Nee, ik ben geen paard tenslotte, hè? Ik heb maar 2 benen en zo. Nee, en ik heb ook nooit op zo'n chic paard gezeten. Ik zat op de knol van de schillenboer, dus... En dat was geen jumper. Dat was geen springpaard. Daar kwam je niet mee over die moeilijkheden heen, hoor. En zeker niet met die schillenkar er aan, hoor. Maar ik vergeet die mensen nooit. En dan komen ze weer terug in mijn gedachten. Waren lieve mensen. En ik heb het al gezegd. Ik mocht er wel eens eten ook. En dat vond ik fantastisch, hè. En dan zei die mevrouw... Die me van een heel keurige, chique mevrouw. Dan zei ze altijd tegen me: Tony, do you like a cup of tea? Versta je? Of ik een kop thee wilde hebben. Ja. En dan zei ik: nou, mevrouw, als u het speciaal moet zetten, graag. Ja. Graag, zet u maar, hè. Dus, just a moment, zei ze dan, hè. En dan ging ze zetten, hè. En... You like cake, zei ze dan. Hè? Dus ik keek naar de cake. Ik zag de cake, ja, ik keek naar de cake. En dan zag ik hoe zij zelf ook zo'n stukje cake at. Hè? Keurig. Waren die grote stukken cake, weet je wel. Het Engelse cake met die raisins erin, weet je. Raisins. En als ze zo dat kop thee en prachtig hoe ze dan die cake, hoe ze die zo sopte in de cake. Hè? Keurig, keurig. Hè? Nooit verder dan tot aan die knokkels. Typisch Engels, weet je wel. Was een traditie, hè? Tot hier, hè? Verder mag niet. Tot hier is te lang, hè? Te ver. Hè? Moet de pot ook te diep zijn, weet je wel.